Ik heb vandaag deze raadsbrief geagendeerd samen met de Partij van de Arbeid en de SP. Die gaat over de zorgwekkende situatie bij kwartierzorg en welzijn. Vanuit verschillende kanten hebben wij signalen ontvangen dat er toch niet iets helemaal pluis is bij kwartierzorg en welzijn. We merken bijvoorbeeld dat er veel personeel weggaat, langdurig ziek is, maar dat er ook heel veel personeel wisselt. En waar ik mij zorgen over maak, en dat is ook de primaire reden om dit te agenderen, is dat de medewerkers en onze inwoners, dat het door die problemen bij kwartierzorg en welzijn daar eigenlijk alleen maar slechter mee gaat. Medewerkers voelen zich vaak niet gehoord. Er is een ongezonde bedrijfscultuur en dat straalt zich weer af op onze inwoners die steeds minder en steeds langzamer geholpen worden. U zei dat het best wel rauw op jullie dak viel. Kunt u dat toelichten? Nou, kijk, de problemen waarover werd gesproken, die waren mij natuurlijk niet onbekend. Ik heb veel contact met medewerkers van kwartierzorg en welzijn, maar ook jongeren die te maken hebben met kwartierzorg en welzijn. En daar kreeg ik die signalen eigenlijk al. En wat mij wel bevreemd, wat ik wel gewoon heel raar vond eigenlijk, is dat wij de signalen als raad nog nooit formeel hadden gehad. Dus dit was de eerste keer dat het college bij ons, niet per se aanklopte, maar ons informeerde over, er is een zorgwekkende situatie bij kwartierzorg en welzijn, dit en dit is afgesproken. Maar dat was de eerste keer. En in dat opzicht viel het wel een beetje rauw op ons dak. Wat ik merk bij jongeren en mensen in mijn omgeving is dat zij initiatieven willen starten, dat zij bepaalde hulpvragen hebben, maar dat daar niet aan voldaan kan, worden. Dat vind ik heel erg schrijnend eigenlijk, dat vind ik heel erg. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het regenbooginitiatief, daar hebben we ook uitgebreid in de raad over gepraat. Daar is ook een regenbooggroep, Regenboog Midden Groningen, die wordt ondersteund door een opbouwwerker. Die opbouwwerker, op het moment dat die vervalt en dat die weggaat, dat is nu helaas het geval, dan betekent het ook dat het een beetje onzeker wordt of die ondersteuning wel door kan gaan. Dat is een heel concreet voorbeeld, maar zo merk ik ook heel veel andere dingen. Ik doe best wel eens vaak vrijwilligerswerk in de bibliotheek, samen met het jongerenwerk. Ook dat wordt telkens een beetje moeilijk, omdat het gewoon onzeker is of er nog wel een jongerenwerker beschikbaar is om je initiatief te ondersteunen. Deze problemen spelen al langer. Wat doet het college om dit op te lossen? Het college gaf aan dat zij 3 voorwaarden hebben neergelegd bij kwartierzorg en welzijn om dus een plus op hun subsidie te krijgen. Dat eerste voorwaarde is: kom met een verbeterplan voor je bedrijfsvoering. De tweede voorwaarde is: we gaan een onderzoek starten naar de financiën bij kwartierzorg en welzijn. En de derde voorwaarde is: we gaan een onderzoek starten naar hoe we onze wettelijke taken uitvoeren. Dat klinkt allemaal best wel heel erg ingewikkeld. Waar het eigenlijk op neerkomt is: we gaan gewoon onderzoeken hoe het ervoor staat bij kwartierzorg en welzijn, hoe we dat kunnen verbeteren en hoe we er eigenlijk voor kunnen zorgen dat we de beste zorg aan onze inwoners kunnen verlenen. Nou was het discussiepunt vanavond, meerdere fracties zeiden: wij willen meer controle op het functioneren van kwartierzorg en welzijn. We staan eigenlijk aan de zijlijn nu. Ja. Gemeentebelangen, Jan Veldhuis, zei: laat het nou eerst aan het college over. Laat hun het intern eerst proberen op te lossen. Wat is daarop tegen, op het voorstel van meneer Veldhuis om het eerst dit onderzoek af te wachten en het aan het college over te laten? Het college heeft haar kans eigenlijk al gehad. En de afgelopen jaren had het college veel nauwer op kwartierzorg en welzijn moeten zitten. Kijk, ik vind het gewoon heel erg raar dat wij nu een brief krijgen, een raadsbrief, waarin dus staat dat er problemen zijn, terwijl die problemen al heel erg lang duren. Of al heel erg lang spelen. Waarom krijgen wij daar nu pas een brief over? Dat betekent ook dat als wij als raad eerder geïnformeerd waren, dat wij er ook eerder op hadden kunnen ingrijpen. U heeft specifiek een toezegging van wethouder Overijns gevraagd om inzage te krijgen in het verbeterplan dat nu is aangeleverd. Het was twijfelachtig of dat gebeurt. Wat wilt u doen als u inzage krijgt in het verbeterplan? Dat hangt natuurlijk helemaal af van wat er in dat verbeterplan staat. Dat verbeterplan wil ik graag inzien. Dat willen veel andere partijen ook graag inzien. Om gewoon een beeld te krijgen van: hoe denkt kwartierzorg en welzijn dat ze die problemen kunnen gaan oplossen? En op het moment dat wij daar vertrouwen in hebben, dat wij ook denken van: dat is prima. Dan kunnen wij in de controlerende taak die wij als raad hebben ook het college zeggen van: ga daarmee door. Zoals jullie daar nu mee bezig zijn, prima. Maar op het moment dat uit dat verbeterplan blijkt van: er zit eigenlijk helemaal niet zoveel perspectief in, dan kunnen wij als raad daarop bijsturen en kunnen we ook kijken: wat is er dan voor nodig? Wat kunnen wij als raad dan doen om ervoor te zorgen dat de situatie wel verbetert? En als we dat verbeterplan eigenlijk niet hebben en als we niet een nulmeting hebben, dan kunnen we daar eigenlijk ook niks mee. In andere woorden, dan kunnen we niet controleren.
Wat zijn nu de vervolgstappen van nu? 4 april is een raadsvergadering. Wordt het nog besproken? Nou, in principe, dit was een bespreekstuk voor op de commissievergadering. Dus het komt niet terug naar de raadsvergadering. Maar de wethouder heeft wel aangegeven. Hè, in begin april worden al een aantal resultaten gepubliceerd. Die gaan dan langs het college. Nou, als ze langs het college zijn geweest, dan komen ze waarschijnlijk terug bij ons op de... Als een ingekomen stuk. En dan kunnen we ervoor kiezen om dat weer te agenderen en om dat dus te bespreken. En ik durf eigenlijk wel met 99% zekerheid te zeggen dat we dat ook zullen gaan doen.